Mijn naam is Linda van Vliet en ik ben guide van een blinde paratriatleet, Jolene Hakker. En zij is zich aan het kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Rio. Ik sport al eigenlijk sinds dat ik kan lopen. Het is me met de paplepel ingegoten. Ik heb geschaatst en gefietst en ben pas sinds een paar jaar ook bezig met triathlon. Ik doe dit samen met Jolene pas sinds november 2015, dus net een paar maanden eigenlijk. We zijn natuurlijk een duo, maar het gaat om haar prestatie. Ik begeleid haar. Ik ben natuurlijk wel de motor op de fiets, maar met het zwemmen en het lopen is zij degene die het tempo bepaalt. Ik heb vandaag een clinic gegeven aan middelbare scholieren die een sportweek hebben waarbij sport en handicap de hoofdrol heeft. Mijn werk is ook met aangepaste sporters. Ik heb heel veel respect voor mensen met een fysieke of visuele beperking die ook nog eens sporten. Ik ben zelf een fanatieke sporter en ja, als ik dat dus beide dat met elkaar kan combineren, is gewoon geweldig. Iedereen kan de top bereiken en zeker als sporter met een beperking, als uniek sporter, ben je juist in de gelegenheid om jezelf tot veel hoger te krijgen dan dat je zelf in staat bent. Iedereen is topsporter.